dramatisch, echt dramatisch. Je zag het aan de rode kaart en eigenlijk wisten de meesten toen al van, nou gaat het heel moeilijk worden, kom je 1-0 achter. Nou, toen stond de helft van de groep stond al buiten, toen wisten we, nou is het gewoon afgelopen. Teleurgesteld, verdrietig, boos, je ziet het hè. 5 minuten daarna gingen alle vlaggen eraf, ja. Ja, iedereen was er helemaal klaar mee. Ja, iedereen was helemaal klaar mee. Ze hebben er 3 weken over gedaan om het op te hangen en het was binnen een kwartier weg. Toch nog een beetje in de oranje stemming. Ja, dat moeten we voor de veiligheid. Van mij mag het blijven hangen. Tot volgend jaar. Ik ben zoveel mogelijk binnen, want als je naar buiten komt, dan dringt het allemaal weer tot je door. Dat je denkt, ja, je hebt zoveel werk geleverd. Dit is niet van een week, dit is gewoon echt een maand lang. Misschien wel 1,5 maand dat je bezig bent. En dan na 90 minuten is het klaar. In 90 minuten wordt bepaald dat je het weer eraf kan halen. Dus ja, dat is gewoon heel vervelend. Al die jongens zijn natuurlijk wel ziek. Maar ja, ik vind gewoon, we hebben alles gewonnen. Het is zelfs de koning is in de straat geweest. We zijn nummer 1 van Nederland geworden. Dus ja, het is ongelooflijk, ja toch? En we krijgen nou ook het WK, dus dan pakken we die toch gewoon.